Familiefans zitten er al een tijdje op te wachten. Wanneer komt nu die lang verwachte verhaallijn met Lars zijn halfbroer Koen? Acteur Kurt Rogiers belooft deze week alvast spanning. Al een tijdje wordt Lars achtervolgd door een verdachte camionet. Voorlopig gebeurde daar nog niks mee, maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen. Kurt Rogiers, voor familiekijkers beter bekend als Lars, plaatste op Instagram een collage van zijn familie. Geen happy family, want we zien Leon de Bot, Raven en Koen. Daar gaan we, heftige week, schrijft Kurt ernaast. Roel van der Stukken, die Benny speelt, is enthousiast. Een echte familie is als een goede wijn, reageert hij. Aaron Blommaert, Raven, die vreest ervoor. One happy family, soort van, zegt hij. Het ziet er dus naar uit dat we Leon deze week misschien terugzien. En dat Koen dan ook de lang verwachte tornado mag zijn die hij beloofde.